Ja, het maakproces was in alle opzichten super bijzonder. Het is natuurlijk lang niet mijn eerste documentaire die ik heb gemaakt. Maar dit was wel een van de meest bijzondere ritten die ik samen met mensen die ik voor mijn lens heb gehad, heb gemaakt. Ja, het waren hele hoge pieken, diepe dalen. Weet je, het was heel bijzonder om te zien hoe zij zich open durfde te stellen. En aan de andere kant was het ook voor mij als maker soms gewoon heel lastig om al dat trauma aan te horen en ook al die beelden te zien. Om daar een keuze in te maken van wat laat je wel zien en wat niet, wat is relevant, wat is noodzakelijk, wat moet echt bij hen blijven, wat is gewoon niet geschikt voor het grote publiek. Dus het was naast documentaire maken ook een heel emotioneel proces wat we met z'n allen hebben doormaakt. Kijk, de intentie van de documentaire was om deze vier mensen op een veilige en rustige manier hun verhaal te kunnen vertellen, omdat iedereen daarop zat te wachten. Dat is gelukt. Mijn vervolgintentie was dat ze veilig zouden zijn en dat ze hun leven konden opbouwen. En dat is ook gelukt. Dus alles wat hierna gebeurt, ervaren wij allemaal als een soort van superbonus. Daar zijn we mega blij mee. Maar voor mij is het voornaamste dat zij veilig en gelukkig zijn. Ja, ik spreek de kinderen nog zeer regelmatig, soms dagelijks, ligt er een beetje wat er aan de hand is. Ja, ze delen heel veel leuke momenten met me, soms ook lastige momenten, er speelt natuurlijk nog van alles. Maar ook de hereniging met de jongste kinderen, de verbinding die daar nu plaatsvindt, ja, daar word ik ook uitvoerig van op de hoogte gehouden. Daar word ik zelf als betrokken heel blij van, want dat is natuurlijk wat je altijd hebt gehoopt en wat nu ook echt gaande is. En je ziet gewoon een prachtige familie weer samenkomen na een ontzettend groot drama, kan je wel zeggen. Het is ongelooflijk leuk om daarvan mee te genieten van de zijlijn. Ik denk dat wij nog nooit zoveel reacties hebben gekregen. We zijn echt wel wat gewend, want we maken natuurlijk altijd documentaires die op een bepaalde manier toch indruk of impact maken vanwege de onderwerpen. Maar we hebben zoveel reacties gekregen via e-mail, maar ook via handgeschreven brieven. Dat is voor ons ook echt jaren geleden. Van mensen die zeggen, nou, ik heb niet meegemaakt wat deze mensen hebben meegemaakt, maar dat en dat herkende ik erin. En door hun moed heb ik nu besloten dat. En dat gaat van hulp zoeken tot aan afscheid nemen van bepaalde patronen. Of het breken met onderdrukkingssituaties. Dat ging van huiselijk geweld tot aan nou ja, hele moeilijke familiesituaties. Ja, dat is voor ons natuurlijk heel eervol om dat terug te krijgen. Dat is een soort. Ja, ik wil het geen bijvangst noemen, want dan doe ik het gewoon tekort. Maar dat is het wel. Want je maakt dit eigenlijk om een groot verhaal behapbaar te maken voor een breder publiek. En als dit dan als bonus gebeurt, ja, dan werden wij als makers, maar ook de betrokkenen heel gelukkig van. Want dan is het allemaal niet voor niks dat je door zo'n lastig proces heen gaat om het aan de buitenwereld te vertellen. Ik vind het super bijzonder dat nu een documentaire is genomineerd. Niet omdat ik hem heb gemaakt, maar voor het vak documentaire in zijn algemeenheid vind ik dit heel eervol. Want het zegt eigenlijk dat het grote publiek dus dankbaar is dat mensen zoals de kinderen van Ruinerwold de moed hebben getoond om hun verhaal zo kwetsbaar op televisie te vertellen en daarmee zoveel mensen hebben geraakt. En voor mij persoonlijk gaat het eigenlijk nog iets verder. Het zegt eigenlijk dat de kinderen gehoord en gezien zijn. En dat raakt mij tot het diepste van mijn ziel.